ben Aude de Prel. Ik kom uit Brussel en ik ben getrouwd met Willem Vriesendorp. Ik ben fotograaf en blogger. Ik heb een blog die heet Amsterdam Psycho Chic en het gaat over het leven van mensen op een fiets in Amsterdam. Ik vind dit heel mooi. Onze eerste foto is Tokyo Fireworks en de fotograaf is Sanne Paper. We hebben het 2 jaar geleden gekocht bij Foam Editions en we hebben het toen voor 1000 euro gekocht. Ja, het is eigenlijk een cadeau die we gekregen hebben voor ons huwelijk van mijn Spaanse grootmoeder. Wij zijn ooit naar de tentoonstelling Black Noise geweest van Sanne Paper. En toen was het heel interessant om haar te mogen ontmoeten en om aan werk te mogen zien. En daar hing Fireworks Tokyo. En de grap is dat wij hadden niet van tevoren bedacht dat we iets willen aanschaffen. Maar wij zijn, Willem en ik, alle twee langs de foto gelopen. En daarna hebben we elkaar gezien en gesproken en we hadden alle twee hetzelfde gedacht gehad. Het zou zo vet zijn om dat in huis te mogen hebben. En hier hebben we de grote. Wij vinden de foto heel krachtig. Kijk, de Tokyo Fireworks is niet voor niks een explosie van een vuurwerk boven Tokyo. En die kleine puntjes boven die rode achtergrond, die komt boven dan de silhouettes van een groot gebouw, heeft iets heel krachtig in alle zinnen. Je kan echt eindeloos naar kijken en in gedachten verzinken. 'S Ochtends geeft de foto mij superveel energie. En 's avonds met de licht van de avond kan ik echt tot rust komen. Dus het heeft een soort dubbele relatie. Wij proberen op de hoogte te blijven van wat Sanne Paper doet. Bijvoorbeeld heeft ze laatst een prijs gewonnen in Arles. Dus wij vinden het wel interessant om de artiest die bij ons thuis hangt goed te volgen. Dus we zijn sowieso benieuwd naar wat Sanne Paper aan het doen is en of ze een opkomende artiest is aan het worden zoals we het hopen. Of ik echt een verzamelaar ben of niet, ik zou dan eerder ja zeggen, maar dan heel jong. Wij hebben in totaal 3 foto's. De foto van Sanne Paper. En dan hebben we een foto die is eigenlijk een videostil van Jan de Bruin. Van zijn korte film Waiting for Felipe. En we hebben nog een foto van een jonge fotograaf uit Brussel, Eva Kornbloem. Die we echt op de voet volgen. Ja, Willem en ik proberen echt op de hoogte te blijven van de fotografiewereld. Dus we gaan zo vaak mogelijk naar beurzen, naar tentoonstellingen, naar galerie. Het meeste in Amsterdam, maar ook af en toe in Brussel, omdat ik daarvan kom. En het is echt belangrijk om dat constant te doen, zelfs als je niet denkt dat je nu een bepaald budget hebt te besteden. Want misschien word je verliefd en wil je het toch hebben. Ik denk dat het leuke aan een verzameling is dat het heel persoonlijk is. Kijk, Willem en ik hebben over alles nagedacht en alles wat we in huis hebben is niet zomaar gekozen. Het is een discussie geweest. Het gaat volgens je hart. Het gaat volgens het analyseren ook een beetje van de markt. En of de artiest wat je hebt gekozen echt een talent is of niet. En dat is allemaal heel interessant en heel persoonlijk boven de kennis wat je moet hebben. Het bezitten van een foto, het hebben van een foto is iets heel bijzonders. En zeker als je foto goed uitkiest. We hebben de foto nu 2 jaar en wij ontdekken nog steeds nieuwe dingen in de foto. Ik let dan op sommige dagen op sommige kanten en dan op andere kanten. Maar kijk, zelf de silhouetten zijn heel krachtig en ze zijn maar silhouetten. Dus je kan echt veel verzinnen of veel bedenken van wat je ziet. Maar ook de draden, want
Je kan echt een draad kiezen en de draad volgen. En dan kom je tot een knoop en dan kies je een andere draad, ga je verder. En je kan dus zo echt reizen in je foto op iedere keer een andere manier.